om een stootje tegen te komen van een voorligger. ...78-48. Vinden, want jullie rijden allemaal dezelfde afstelling wel. Ja. Heb je graag 4 al? Als je nou even lost, dan zorg je dat je hier komt. En dan regelen wij even dat de trek en sleepwagen goed gezet wordt. Dan mogen jullie er even tussendoor. Als kleine tussenpauze. Nou, dag wijfie. Zo. Ja, je moet als tractorpoeler wel wat over hebben voor je sport. Want je vliegt door het hele land heen. Zometeen Peter ook met de 1455. En je hebt altijd baas boven baas. Maar ik kan u vertellen, baas Anton die weet het meestal wel aan het langste eind te trekken. En we gaan eens even kijken. Ja, ik had het u voorspeld. We zijn over... Ja, kijk eens even. En hij komt nu op een plekje waar nog niemand geweest is. Kijk, en waar gaan we blijven? Wat? Wiep. Even wat er onder die motor ligt. Daar ligt een betonbonkie van een ton. Anton lacht. Van een microfoon. Maar dat gaan we allemaal opgeven. Ja, kijk, en ik had het gezegd, want dit is een kanon, en kijk, en die doet dus even met die voorwieltjes goed, die rijdt gewoon bijna een full pool, denk ik. Bijna een full pool. Nee. Want er wordt nog wel, ja, je zal het, oh, hij gokt op 99, 99, 99, denk ik. Dat zal wel lekker afgelopen.
beginnen zich al een beetje goed te zitten. Persoonlijk had ik nog even wat voorloop weggecorrigeerd. Want je ziet zachtjes maar zeker de voorwielen het gaatje gaan graven voor de achterwielen. En dat wil je eigenlijk niet. Maar oké, het tempo zit er nog steeds in. En we kruipen richting de 100 meter. Jawel! Nou, kijk, als je dat aangeboden krijgt, dan zeg je natuurlijk geen nee. Want ik kan je wel zeggen, zo'n dikke puma. Nou, ik denk dat je hier verder mee komt. En hij heeft natuurlijk instructie van Arno gehad. Van zoek het daar en doe dit en doe dat. Hey Arno. Nou, nu moet er serieus getrokken worden. En we gaan eens even kijken. Het kan dus wel met zo'n 14.55, dat is duidelijk. Maar je moet het heel goed voor elkaar hebben. Het zal toch niet gebeuren? Ik denk dat het wel gebeurt. We krijgen een vol boel. We krijgen een vol boel. Het geweld van Zorgen. Het beweegt nog steeds. En zolang die gang er maar in blijft, zullen wij niet zeuren. Want is het allemaal binnen de reglementen. Maar het wordt nog gekker als je een full full hebt. Want dan krijgen we hem gewoon alleen nog een keer terug. En dat duurt weer net zo lang. En als ik het zo zie, dan denk ik dat dat gewoon gaat gebeuren. Oh, ja, we hebben al 99 meter, we hebben 99, we hebben 99,27 en dan stop je bij 99,18. En kijk die banden nu al eens even lelijk doen. Dat belooft nog wat. Maar wat ik een beetje aan zie komen, en de goede kijkers ook al, er wordt wat gedanst, nu al. Dat bedoel ik. En als je met dansen is het net weer een trekje. Ik kom altijd even rustig op gang en dan komen die hoofden komen. En hier op gang. Ja, op een paar maanden. Kijk, in dit stadium heb je allemaal nog niet zo last van die gewichtjes die je hebt moeten lossen. Maar het venijn zit hem in de staart. Vertel. Oké. Ja, maar we moeten even kijken hoe dat met het schema uitkomt, want we zitten eventjes een beetje druk. Daar komt wel eens een eind. Want het zijn wel machines die verdiend moeten worden door de broeders die daar heel veel mee gewerkt hebben. En dan kom je er ook heel ver mee. HKA Nieuwkoop, loon- en verhuurbedrijf. Ja, kijk eens even hoe hij erdoor was. Kijk eens even hoe hij erdoor gaat. En hij doet dat precies goed, dat spelletje met die voorwieltjes. Maar of het genoeg zal zijn? Nee, dat is nog niet genoeg. Als het echt overal doet. We gaan kijken. Kom maar, Jochie, kom maar. Ja.
Ja, kijk eens even naar die achterwielen. Ja, hij moet. Maar nou moet hij wel die kant op, vriend. Juist. De voorwielen stoppen ermee. Het leuke is in zo'n machine, daar wordt elektrisch aan de binnenkant aangegeven wat hij aan het doen is. En als hij zegt, joh, ik ga niet helemaal lekker, dan gaat er een oranje lampje branden. Dan krijg je allemaal indicatoren van wat je verkeerd doet. En als je nou slim bent, dan kan je daar heel gauw op reageren. En soms niet. Maar in dit geval 85-05. Had hij maar een auto moeten worden. Ja, je kan de stoppen niet uitkrijgen. Je past de lijn. Je past de kit helemaal. Welke auto? Hè? Welke auto? Een auto, Alfa Romeo. Een? Alfa Romeo. De nieuwe? Vrij? Oude. Hoe oud? 97. Je hebt die kettenplug eronder uitgereden dan 2 maanden lekker maat. De plug eruit. Komt dat niet? Ja, je bent goed bereid. Balen. Ja, ik word dan mogelijk bij. Je stopt het vroeger dat uit. Nou, dus nou heb je hem gelijk. De amortisator erin gedaan. Toen erin gedraaid, mijn hoofdtijd eraan. Zo helemaal dat hij van rechts achter naar links voor gaat. Juist, dat is jouw beste keer. Hij wil daar andersom. Dat is toch rechts achter als hij zo staat en links voor? Ja. Nou, wij hebben die discussie ook altijd. Als je zegt, als wij het over overkanters hebben, weet je wel. Ja, hij doet het nog steeds. Ik gok op de Chamee. Oranje! Nou, dat niet. Hij is toevallig voor het moment deed hij het de vorige keer ook door het midden. Als ik me goed kan herinneren. Kijk, de concurrentie die staat allemaal te kijken daar. Dan weten ze hoe ze het de volgende keer ook moeten doen. We zijn door de 63. Die eerste rode racket die is geslagen. Kijk. En als hij nou gewoon doorgaat. Ja, we gaan nog steeds. Elke centimeter is er een. Kijk, dat is niet gewoon een paar metertjes gestolen. Dat is gewoon bom. Even het baken in de zomer zijn. Dat we een vlammetje op de pijp krijgen. Hij is verder dan Anton Ruijneveld. Hij is verder, jawel! Hij heeft het te pakken! Trap maar af, maakt niet uit. Hoger dan hoog kan Tony. Zwaar. Je kan niet hoger dan de namelijk het eerste plaatsje kan je toch niet. Ja, je kan...